Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Ik sta hier bij de border en ik ben helemaal alleen. Rick, Justin, waar zijn jullie? Volgens mij zijn ze er vandaag niet, jongens. Ik sta hier bij de border in mijn Border Survival en jullie kennen het concept. Elke keer als ik een item verzamel die ik nog niet eerder heb verzameld, wordt de border één blokje groter. En vandaag, jongens, vandaag gaan we wonderen verrichten. Ik heb een lijstje gemaakt met 64 verschillende items. Als er niet meer of minder zijn. Ongeveer 64. En die wil ik allemaal gaan verzamelen. En daarom ben ik ook begonnen bij dit gedeelte van de border. Omdat hier blokken zijn die ik nog niet heb. Ik heb bijvoorbeeld namelijk nu een Silk Touch pickaxe. Daarmee kan ik dit hier hakken zo. Als het goed is. Oh nee, dat moet dat op mijn shovel staan? Nee. Wacht, dat deze blokken, kijk. Dat moet op een shovel staan, dat wist ik niet. Ik dacht dat ik ook met de Silk Touch pickaxe het sneeuw kon hakken. En dat ik dan sneeuwblokken krijg. Maar dat maakt niet uit. Ik kom hier ook voor powdered snow. Dat kan ik met een, als het goed is, met een emmertje, kan ik dat gewoon zo pakken, volgens mij. Al moet ik dan wel powdered snow vinden. Oeh, ijs. Ijs heb ik ook nog niet gehad. Kijk, jongens. En hier powdered snow. Komt-ie. Hoppakee. Powdered snow. Dan pakken we ook nog eens ijs. En volgens mij, als je genoeg ijs hebt, kan je daarmee, kan je packed ijs maken. Maar ik moet even kijken hoe dat moet. Dus laten we zoveel mogelijk ijs hakken. En volgens mij, of maak je op die manier blue. Oh, dan maak je blue ijs. Kijk. Zo, dan maken we blue ijs. Nou, dan hebben we alle soorten ijs. Hebben we powdered snow. Het enige wat ik nu nog mis uit het sneeuwgebied hier is gewoon zo'n blokje sneeuw. Maar dat kan je volgens mij helemaal niet craften. Laat even weten in de reacties, jongens. Hoe kom ik aan zo'n klein laagje sneeuw? Moet ik dat Silk Touch op een shovel hebben? Op een schepje? Maakt niet uit. Laten we terug naar huis gaan. Goed, jongens. We zijn aangekomen bij onze basis. En we zijn helemaal alleen. Rick en Justin zijn er niet bij. Maar dat maakt niet uit. Zoals je kan zien hebben we 856 verschillende items al verzameld in deze serie. Het doel is natuurlijk 1048, maar vandaag wil ik boven de 900 items eindigen. Zodra Rick en Justin naar terug zijn, dan schrikken ze gewoon dat we er echt bijna zijn. En ik heb natuurlijk al een beetje voorbereid deze aflevering. Normaal bereiden we helemaal niks voor met deze serie, maar ik dacht ik ga gewoon van alles en nog wat voorbereiden, zodat ik deze aflevering heel wat dingen kan verzamelen. Kijk, laten we een kist ernaast zetten met de dingen die wij hebben verzameld deze aflevering. Zo. Goed, ik heb hier ijzer liggen. Want ik moet nog verzamelen, jongens. Een ijzeren deur. En als het goed is een iron trapdoor. Hoe maak je die? Oh zo, een trapdoor. Die moesten we ook nog hebben. Goed, dan moest ik ook nog van de warp blokken hier. Moest ik een fence maken. 7. Dan moest ik hier deze maken. 8. Hoppakee. 8 verschillende items al verzameld. Dan moest ik ook, jongens, een soul lantern maken. En dan moet ik even kijken. Volgens mij doe je dat met nuggets. Ah, ja, daar hebben we er een. Hoppakee. Boom. Een soul lantern. We zitten wel op 9 verschillende. We hebben al 9 spullen verzameld. Op deze manier gaan we 100% die 900 items hebben. Dan moest ik ook nog een honeycomb blok moest ik hebben. Zo. En ik moet nog even wat meer honing hebben. Want ik moest ook nog een beehive maken. En ja, de bijtjes hebben weer nieuwe honing geproduceerd. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig, jongens. Hoppakee. En ik heb veel meer honing uiteindelijk nodig. Want we moeten ook nog een aantal kaarsen maken. Niet heel veel, maar een aantal. En volgens mij moet je dat ook met honing doen. En gelukkig heb ik alle kleurtjes al verzameld, jongens. Zoals je hier in de kist kan zien. Ik heb alle kleurtjes die ik deze aflevering nodig heb, heb ik verzameld. Kostte best wel wat poeptijd, maar dat maakt niet uit. Dan heb ik even wat hout nodig. En het maakt niet uit wat voor hout. Want daarmee kan je een beehive maken. Hoppakee. Daar zitten we al op 11. Dan komen we nu bij het eetgedeelte. Ik moet een cake hebben. Ik moet rabbit stew hebben. Beetroot. Een beetroot soepje. En een mushroom stew. Deze items moet ik allemaal even verzamelen, jongens. En ik heb een tijd geleden beetroot seeds uit een village kunnen pakken. Die zand village. Dus wat ik hier even ga doen, is al deze prachtige carrots hier even hakken zo. En als het goed is heb ik ook, omdat ik al zag dat de farm helemaal aan stront was geholpen, had ik hier al een stone hoe klaargelegd. Ja, dan kunnen we de farm even een beetje repareren. Zo. En dan mooi eventjes hier, bonk, 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 wat beetroots planten. En dan komen we zo meteen bij de beetroots terug. Volgens mij heb ik ook al twee keer een bowl klaargezet, want we moesten mushroom stew en oh, we moeten 3 verschillende soepjes maken. Laat maar, ik heb nog 1 bowl nodig. We hebben 3 verschillende soepjes nodig. Zo. Heb ik genoeg ik had genoeg paddenstoelen. Maar aan het einde van de vorige aflevering had Rick mij vermoord. Sorry, ik bedoelde Justin. Waardoor ik nu geen idee heb waar die paddenstoelen zijn. Ik had gewoon paddenstoelen klaargelegd en weet ik wat allemaal. En die zijn gewoon spontaan verdwenen. Het is ook niet te geloven met die twee, hè. Laten we dan maar een cakeje maken. En daarvoor hebben we 3 melk nodig. Suiker, ei en wheat. Zo, we hebben 1 melk al hier. Dan moeten we nog een bucket maken. Suiker hebben we zo geregeld hier met graan. Wheat hebben we ook zo geregeld. En een ei, dat weet ik niet zozeer. Kijk, graan hebben we ook genoeg van.
Zo. Dan gaan we gelijk even de koeien melken hier. Koeien melken is iets wat ik echt nooit in Minecraft doe. En dan alleen nog één eitje. Ik heb letterlijk alleen nog één simpel klein eitje nodig. Ik ga elke kist ga ik even langs of ik een eitje kan vinden. Trouwens, we hebben volgens mij gewoon kippen. Of niet? Hebben wij kippen? Wij hebben gewoon kippen. Leg nu een ei. Ik beveel het. Ik beveel jullie om nu een ei neer te leggen. Poep er eentje uit. Oh, trouwens, hier ligt al een ei. Kijk, hier ligt er gewoon één. Oké, dat kunnen wij maken. Een cakeje. Poenk. Hoppakee. Dat cakeje gaan we ook lekker gewoon in het kou-kou-huis doen. Hier, dan doen we die. Gaan we die boven neerleggen? Hier, kijk. Wat prachtig plekje. Ik neem gelijk een hapje van het cakeje. Eigenlijk moest hij in de kist, ik weet het. Maar het cakeje plaatsen we gewoon. Volgens mij hebben we hier ergens heel wat boom. Ja, boomblocks liggen. Daar gaan we heel even wat boommeel van maken. Want ik heb helemaal geen zin om te wachten op die beets. Tot die een keer helemaal. Of die beetroots tot ze helemaal zijn volgroeid. We gaan het proces even versnellen. Komt-ie, hè, jongens? Komt-ie. Kijk, dit is toch beter. Dan kunnen we zo... De bieten, jongens. Die hadden we nog helemaal niet. De bieten hadden we nog niet. We gaan gelijk de farm even een beetje uitbreiden. Deze zijn nog niet klaar. Oké, hebben we 5 bieten. Dan doen we die hierbij. Hebben we in totaal 14 items. Als je de keken bij mij optelt natuurlijk. 13, sorry. Volgens mij hebben we 13 nu. Volgens mij vergis ik me. Hoe maak je bietroepsoep? Bietroepsoep. Jemig! Heb ik 6 bietroets voor nodig? Dat is wel heel wat. Gelukkig hebben we genoeg bones, jongens, en genoeg boommeel. Dan kunnen wij onze bieten even sneller laten... Jezus, die bieten reageren niet zo goed op boommeel, moet ik zeggen. Zo. Oké, nu hebben we genoeg bieten. Daar komt-ie. Bietroot soep. Ponk. Hoppakee. 14 items in totaal. Oké, en voor rabbits toe hebben we ook een rode mushroom nodig. Nou weet ik toevallig, jongens. Dan gaan we even gauw heen. Want dan heb ik namelijk veel meer dingen nog nodig. Als we maar door blijven varen deze kant op... komen we vanzelf uit bij dit prachtige paddenstoeleiland. Zo zie je maar, jongens. Ik ben echt oprecht goed voorbereid deze aflevering. Ik heb zoveel dingen heb ik voorbereid. Oké, laten we even kijken. Ten eerste wil ik dit grasblok hebben, want die hadden we nog niet. Dan wil ik deze ook hebben, die hadden we ook nog niet. Dan wil ik deze hebben, die hadden we namelijk ook nog niet. Neem even wat paddenstoelen mee in verband met soepjes die we moeten gaan maken. Doe even een dutje. En ik weet niet wat ik met jullie moet. Ik kan jullie wel melken, leuk en zo. Maar wat gebeurt er als ik er eentje kill? Wat gebeurt er als ik er eentje... Dan krijg je gewoon niet zoveel bijzonders, hè? Nee, dat dacht ik al. Oké, dan hebben we die rode ook hier. Dit eiland heeft letterlijk alles wat ik nodig heb. Want ik heb deze namelijk ook nodig. En nu wil ik het gewoon eigenlijk even slopen, zodat ik die rode paddenstoeltjes hieruit krijg. Zo, dan kunnen we namelijk thuis ook heel veel nieuwe planten. Dit is echt ideaal, jongens. Mushroomstoel kan ik al maken, die moesten we ook nog maken. Kijk dit dan. Laten we even meer van dit soort blokjes meenemen. Hier moet je namelijk volgens mij die paddenstoelen wel op laten groeien. Hakken we deze twee ook nog eventjes en dan gaan we gelijk terug. Gelukkig hakt dit echt belachelijk snel. Zelfs met een ijzeren ex. Nou, we hebben 45 bruine paddenstoelen, 17 rode paddenstoelen. Deze mannen hier, die ga ik eigenlijk denk ik ook nog even vermoorden. Ik weet niet waarom. Ik wil kijken, kan ik droppen deze iets? Ja, vlees alleen. Maar ik had ook gehoopt dat ze rode paddenstoelen dropten, maar dat doen ze niet. Laat maar nou, jongens, jullie mogen leven. Tijd om terug naar huis te gaan. Home sweet home. Goed, dan heb ik ook nog een baked potato nodig. Die heb ik. Een carrot, die heb ik. Een red mushroom, die heb ik. Alleen nog cooked rabbit. Wacht, laten we eerst even de items verzamelen. 15 hadden we er. 16 hadden we er. 17. 18. 19. 19 verschillende items hebben we al verzameld. Dat is toch belachelijk? Oké, gewoon, we hebben 1 rabbit nodig. En ik weet dat ik dat vorige aflevering ook had gevonden. Maar nogmaals, Justin vermoorde mij aan het einde van de aflevering. Dus hebben wij ergens nog gewoon een stukje konijn liggen? Vast wel, toch? We hebben vast wel ergens nog konijn. Oh, ik kan het nergens vinden. En dat betekent maar 1 ding. Dan moet ik weer helemaal naar de woestijn. Ik zie dit echt... Oh, hier lagen trouwens ook gewoon paddenstoelen. Ik zie dit echt als Justin schuld. Stappen we weer in mijn stinkboot. En dan moeten we nu de hele andere kant op varen om een konijntje te vinden. Goed, de wilde woestijn. Konijntjes, waar zijn jullie? Ik kom absoluut in vrede. Ik beloof het. Niet. Ja, we hebben er eentje gespot met rode oogjes. Het spijt me, konijn. En het spijt me ook, konijnenlief. Oh, hij rent al voor me weg. Het spijt me, konijnenliefhebbers. Maar deze had ik nodig. De Raw Rabbit. Rust in vrede, konijntje. Nou, stappen we weer terug in de boot. Hoppakee. En dan gaan we weer terug naar huis. Goed, daar zijn we weer. Dan moeten we alleen even dit rabbitje, dit konijntje even in de oven stoppen. Hoppakee. Zo, en dan kunnen we terug naar de crafting table. En als het goed is, kunnen wij nu een rabbit stew maken. Boom. Hoppakee. We zijn weer eentje verder, jongens. Goed, dan zijn er nu een aantal hele saai items die ik nog even moet verzamelen, jongens. En dat is eigenlijk bijna allemaal steen. Kijk, ik moet hier namelijk nog volgens mij een button... Oh, dat kan niet met deze. Ik dacht dat het met polish... Oh, dat zijn bricks. Oeh, wacht. Ik heb de verkeerde. Heb ik hier de goede? Oh, ik heb de goede. Niks aan de hand, jongens. Kijk, polish blackstone moet ik maken.
Zo. Dan hiervan moest ik nog een pressure plate maken en een button. Dat zijn er weer twee bij, jongens. Hoppakee. Dan moest ik een red sandstone, moest ik deze versie van maken. Wacht. Deze slab moest ik nog hebben. Volgens mij moest ik ook gewoon nog de normale. Ja, die moest ik ook nog hebben. Dan moest ik deze netherbricks moest ik ook nog smelten. Althans, eentje zou genoeg zijn om te smelten. Daaruit krijgen we namelijk cracked netherbricks. Ponk, hoppakee, die moesten we ook nog hebben. Ongelooflijk, jongens, hoeveel blokken we verzamelen. Kijk dit nou, dit zijn allemaal blokken die we nog niet hadden. Dan had ik als het goed is mos klaargelegd. Ja, want ik moest een mossy cobblestone maken. Eentje zou genoeg zijn, want daarvan kunnen wij een mossy cobblestone wall maken. Die moest ik ook nog hebben. Dan zie ik dat ik ook nog de mossy cobblestone ster moest hebben. Zo. Weer een nieuw item verzameld. Dan stone bricks nog. Kijk, maken we even wat stone bricks. Maken we die ook mossy. Dat kan ik namelijk hier zo. En hiervan moest ik ook nog de walls hebben. En ik vergiste me. Ik moet ook nog blijkbaar gewoon de slabs hebben. Zo. Nou, kijk hoeveel items we al hebben verzameld, jongens. Dan nog een red sandstone wall erbij. Dan moest ik nog mangrove en acacia. Oh ja, ik had acacia saplings, jongens. Kijk, die gaan we heel even planten. Want ik moet zo meteen nog één blokje blijkbaar maken met acacia. Alleen, ik heb niet genoeg acacia hout. En ik heb nog boommeel bij me. Dus laten we deze even hier laten groeien, zo. Doek, 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 doek. Ja, juist. Dan hakken we... twee blokjes. En die vervangen we dan voor mos. Zo. Ik heb echt heel weinig nodig namelijk. Ik hoefde namelijk alleen nog een acacia trapdoor. Die had ik blijkbaar dus al niet eerder gemaakt. Dan van mangrove moest ik nog een sign hebben. Zo. En ik moest nog een mangrove trapdoor hebben. Dan hebben we alles van mangrove en acacia ook. De kist is al over de helft, jongens. We gaan echt de goede kant op. En zoals je kan zien, nog 15 items. En dan zitten we over de 900 verschillende blokken verzameld. En dan zitten we waarschijnlijk ook op 85%. We zijn echt bijna aan het einde van deze serie. En 22 uur heeft het me tot nu toe gekost. Dan moet ik nog even een smooth sandstone ster maken. Dus dan moeten we deze weer smelten. En ik moet dit gekke ding nog maken. Dus heb ik steen, dat hebben we al. Redstone torches zijn zo gemaakt. En een nether quartz. Oké, wacht. Hier de quartz hebben we hier. Redstone torches. Nou, we hebben alle items al gewoon. Daar komt hij. Een redstone comparator. Boom! Pakken we deze eruit. Hier de smooth sandstone. Want daar moest ik volgens mij een slab van maken. Oh, een ster. Sorry. Een ster moest ik ervan maken. Nou. Ik ben echt trots op mezelf. Dan komen we nu bij het gedeelte waar ik eigenlijk een beetje stiekem tegenop heb gekeken. Laten we dit allemaal even wegdoen. Hier zo. En dat is namelijk al die kleurtjes die ik heb verzameld. We moeten nog een paar wolle banners. Nog een paar kaarsen gemaakt worden. En er moet nog een beetje terracotta gemaakt worden. Nou, laten we beginnen met de kaarsen. Dus gaan we even nog meer honing bij onze bijtjes vandaan toveren. Hoe staat het ervoor met de honing? Ja, juist. Honingproductie ziet er goed uit. Volgens mij is die leeg hier. Kan je nooit honing uithalen. Oké, laten we eerst alle candles maken. En ik kan er 11 maken, is meer dan genoeg. Pakken we alle kleurtjes die ik nodig heb. Wit, oranje, light blue, lime, lichtgrijs, cyan, brown... en black. Oh, ik moet de inktzakjes moet ik nog even omtoveren tot daadwerkelijk die. Doen we even een dutje. Zijn jullie er klaar voor? Daar komt ie. Beam. 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 En bada beam. En de allerlaatste beam. Dit is makkelijker dan ik had verwacht. Puur omdat ik het heb voorbereid. Letterlijk omdat ik het heb voorbereid is het een stuk makkelijker dan ik had verwacht. En de kist zit bijna vol. Oh, nog 5 verschillende items. En dan zitten we boven de 900. En is in ieder geval mijn doel voor de aflevering al behaald. Oranje, geel, grijs, lichtgrijs, cyan. En wederom zwart. Deze heb ik nodig voor concrete. Of nee, voor de terracotta. En heb ik nog terracotta? Daar heb ik helemaal niet naar gekeken met de voorbereiding. Ik denk dat de terracotta stiekem een beetje... Oh, ja, dat is orange terracotta. Ik moet gewoon terracotta zelf hebben. Nou, we hebben geen terracotta. Geen probleem. We stappen gewoon weer in ons bootje. En we gaan weer op pad. Kijk, want hier hebben wij een... hoe noem je dat? Zo'n oranje biome. Volgens mij kan ik hier best wel gewoon wat terracotta. Is dit normaal terracotta? Dit is normale terracotta. Juist. Heb ik een crafting... Nee, ik heb geen crafting table bij me. Anders had ik gelijk even de goede dingen kunnen pakken. Maakt niet uit. We hakken wel gewoon even genoeg. Dan komen we er wel uit. Oké. Ik denk dat dit genoeg is. Heb ik voor de zekerheid nog een klein beetje meer? Oh, het water... laat maar. Het water stroomt over. Het is genoeg zo. Het is goed zo. Terug naar huis. Goed. In de tussentijd blijf ik ook even wat schaapjes scheren. Al moet ik zeggen... het gras is een beetje op. Maar ik heb zometeen echt heel veel wol nodig voor aardig wat banners. Oké, ik zie nu ook dat ik de verkeerde kleur had gepakt. Ik heb oranje, magenta, pink, light grey en bruin nodig.
Dan kan ik oranje terracotta maken, roze terracotta, bruine terracotta, magenta terracotta en lichtgrijze. En dan denk je, deze heb ik inderdaad al eens eerder gehad. Maar deze moeten we gewoon nog een keertje smelten naar glazed. Dat het zeg maar zo'n mooi kleurtje krijgt. En die had ik nog niet blijkbaar. Dus deze erin. Kijk, dan krijg je dat gekke pijltje. Die had ik nog niet. Deze erin. Deze hadden we blijkbaar ook nog niet. Deze hadden we ook nog niet. De roze hadden we ook nog niet. En dan tot slot de grijze erin douwen. En deze hadden wij ook nog niet. Nou, volgens mij hebben we nu alle glazed terracotta. Gaan we die er ook even bij douwen. Pong, 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 pong. Dan zie ik nu dat ik alleen nog even wat bruine concrete en concrete powder moet maken. Kan dat met rood zand of moet je daar alleen normaal zand voor hebben? Ah, ik heb ook normaal zand. Prima. Dan heb ik even wat gravel nodig. Gravel, waar ben je? Meneer Gravel, ik heb je nodig. Er ligt vast wel ergens gravel, toch? Ergens? Ja, hier, 10 gravel. Waar is het zand nou heen? Ik heb het zand weg. Oh mijn god, ik ben ook niet heel slim. Zo, dat kunnen wij maken. Brown concrete powder, die hadden we nog niet. Helemaal prima, stoppen er vast eentje van in. En dan kunnen we daar gelijk natuurlijk, jongens, hoppakee, brown concrete van maken. Nou, zo, die erbij. Dan nu oranje, geel, grijs, lichtgrijs, cyan en zwart. Die hebben we nodig. Oké, kan je gekleurde wol anders kleuren? Oké, trouwens, cyan heb ik al, dus die hebben we helemaal niet nodig. Kan ik bijvoorbeeld hier van deze light blue wool, kan ik dat... Dat kan je geel maken. Oké, ik heb wel dus meer nodig. Meer kleuren. Oké, dat is prima. Oké, 3 geel heb ik al. 4, 5, 6. 6 geel heb ik nodig. Dan heb ik ook 6 oranje nodig. Zo. Dan heb ik 6 zwarte wol nodig. 6 lichtgrijze wol heb ik nodig. En tot slot, en volgens mij red ik het echt letterlijk net aan. Ik red het letterlijk net aan. Het is ongelooflijk. Ik hoor een monster. Even een dutje doen. Volgens mij, als ik mijn kleurtjes terugstop en ik pak hier even wat sticks, kan ik maken een cyan banner. Die hadden we niet. Een light gray banner hadden we niet. Black banner hadden we niet. Grijze banner hadden we niet. Oranje hadden we niet. Geel hadden we niet. En tot slot... Oh nee, dat was hem. Dat was hem. 1, 2, 3, 4, 5... De kist zit vol. De kist zit letterlijk vol met items die allemaal nieuw zijn. Ik moet een nieuwe kist maken. Ik heb meer ruimte nodig. Bij deze een nieuwe kist. Stoppen we erachter zo. Stoppen we deze in. Het is ongelooflijk. Kijk dit dan. 908 items verzameld. Oké, ik wil nog 2 items verzamelen. Dan stoppen we op 910. Dan is dit echt de meest succesvolle aflevering ooit. In mijn eentje. Wat gaan we dan nog even verzamelen wat redelijk makkelijk... Oh, we kunnen small drip leaves, hanging roots en dripstone blocks. Dat kan ik volgens mij allemaal in zo'n dripstone-achtige... En in de caves vinden. Ik zie ook nog dat ik red nether spulletjes nodig heb. Alleen, dan heb je van... Ik weet niet of ik dat ga kunnen maken. Zit hier nog wat anders echt extreem makkelijks? Dus ik weet niet precies hoe die banner patterns werken. Dit is... Ja, op zich. Ik denk dat het makkelijkste is dripstone blok, hanging roots en een small drip leaf. En misschien komen we met geluk nog een van deze oars tegen. Want ik heb nu natuurlijk silk touch. Dus laten we een schaar meenemen en mijn silk touch pickaxe. En dan duiken we nog heel even snel de mines in. We zitten hier de kip in een boot. Gezellig. Nemen we deze torch nemen we even mee. Zonder armor de mines in gaan is namelijk niet het meest verstandig. Oh, ik haat baby sok. Waar ga je heen? Hij rent weg. Hij is bang voor me. Zonder armor de mines in gaan is echt niet verstandig. Maar ik doe het echt veel te vaak. Ah, jongens. Dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Niet leuk. Niet leuk. Oké, hier kan ik vast wel zo een drip leaf vinden. Is dat deze? Volgens mij wel. Moet dat met een schaar? Oh nee, dit is geen drip leaf. Dit is een big drip leaf. Hoe krijg ik een kleine dan? Is dit een kleine? Hè? Wat zijn kleine drip leaves? Als dit de grote is. Hallo axolotls. Weten jullie toevallig wat een kleine drip leaf is? Ik heb echt geen flauw idee. Deze? Nee. Oh, dit hier. Dit ziet eruit als een kleintje. Ja, een small drip leaf. Kijk, dat zijn kleintjes. Oh, joh. Oké, nog 1 item. Nog 1 item verzamelen die we nog niet hebben verzameld. En daar moet ik denk ik voor naar zo'n drip leaf. Of nee, zo'n dripstone. Sorry, dripstone cave. Oh, dit zijn echt heel veel monsters. Oh, dit zijn echt heel veel monsters. Oh, mijn god. Had ik goud als... Volgens mij had ik goud als zoals dat, hè? Vast wel. Had ik deze al? Ja, die had ik ook al. Oh, een heks. Ik moet weg hier. Ik moet weg hier. Oh, rennen. Oh, rennen. Oh, rennen. Hé, een zombie spawner hierachter. Een zombie spawner. Nou, dat is niet verstandig. Ik heb geen armor aan. Rennen! Ik moet weg. Ik moet weg. Ik ga dood. Ik ga dood. Oh, waarom heb ik dan ook geen armor aangetrokken? Oké, er was daar een spinnenspawner volgens mij. Wat is hier beneden? Is het veilig? Hallo? Oh, een skeleton. Skeletons moeten dood. Skeletons moeten dood. Die zijn echt gewoon de ergste mobs om tegen te komen. Kom op, jongens. Al is het een diamond. Al is het een weet ik veel wat. Iets wat ik nog niet... Oh, mijn god. Wacht, wacht eens even. Naast de diamond, daar ben ik heel blij. Ik heb het erover en ik kom er een tegen. Maar volgens mij kan ik dit met dit hakken. Of moet ik dat met silk touch hakken? Deze had ik ook nog niet.
Oh, dit is geweldig. Jongens, dit is geweldig. En dit diamond blok hier. Oh my days. Deze blokken moet je natuurlijk ook verzamelen. Wat een aflevering. Wat een succesvolle aflevering. Is hier nog meer? Deze hier. Ik weet niet of ik deze kan hakken of dat dit onveilig is of onveilig. Het is... veilig. Die had ik ook nog nodig. Kan je hier ook iets mee craften of zo? Ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet in ieder geval dat ik goede blokken verzamel. Ik ben letterlijk gewoon random aan het rondrennen. Is hier een creeper? Een creeper. Ik wou zeggen, is hier nog meer, maar er is een creeper. Moet ik doorgaan of zou je zeggen... stop nu het nog kan, weet je? Misschien kom ik wel nog meer blokken tegen die ik nog niet heb. Daar zit ik een beetje mee. Nee, ik ga terug, jongens. Ik ga terug. Ik heb meer dan wat ik voorkwam. Ik moet de terugroute, weet ik niet eens meer. Volgens mij een beetje deze kant op. Nog een diamond. Oh mijn god, nog een diamond. Oké, dat betekent dat ik niet goed loop. Want die diamond had ik net niet. En het zijn er ook meer. We hakken ze gewoon. En dan hopelijk vinden we langzamerhand een beetje de terugweg. Want ik heb geen armor aan. Volgens mij kwam ik hier vandaan. Kijk, hier liggen blokken. Is goed. Dat is goed. Nee, nee, nee. Skeleton, skeleton. Oké, wacht. Oh, oké, we hebben hem. Ik haat echt skeletons. Oké, we zijn er. Hier was die spawner. Ik heb niet genoeg torches om... Wat voor spawner is het? Het is een zombie spawner. Heb ik hiervan iets nog niet? Nee. Nee, dit heb ik allemaal al. Oké, wacht. Dit kan ik wel. Ik wil deze... Mijn ex is stuk. Laat maar. Letterlijk laat maar. Kan ik dat ding slopen van... Ik kan hem slopen. We hebben namelijk al spawn, jongens. Geen zorgen. Wat zit er nog meer voor loot in? Ja, op zich. Op zich. Helemaal niet heel veel bijzondere dingen. Kan ik gewoon eigenlijk allemaal wel laten liggen. Ik wil naar huis. Oh, ik weet weer waar ik ben. Ik weet weer waar ik ben, jongens. Als het goed is, is hier links ergens. Ja, hierheen. Oh, mijn god. Ik heb het gewoon gehaald. Ik heb het gewoon gehaald. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Althans, nu weet ik het niet meer zeker. Ik dacht het zeker te weten. Hier ergens is een uitgang. Hier, hierin, hierin, hierin. Dit is het. Vrijheid! Heb ik dit koperblok al? Ja. Oh, wat een missie. Wat een missie was dit, hé. We hebben de trap gevonden naar buiten, jongens. Niks aan de hand, niks aan de hand. En bij deze presenteer ik jullie vrijheid bij de farm. Oh, wat is het fijn om weer boven te zijn. Gelijk even een dutje doen. We hebben dingen verzameld die niet eens op mijn lijstje stonden hier. Deze oor hier. Deze hebben we verzameld. Deze hier. Deze hier. En de small drip. Dit is dit. Kijk wat we allemaal verzameld hebben. Ik ben echt heel blij. In totaal 913 items. Dat betekent dat we net iets meer dan 100 items nog nodig hebben. En dan zijn we klaar. Maar ik moet wel zeggen, het zijn wel hele moeilijke items die we nog moeten verzamelen. Allemaal dingen uit de end. Dus we moeten letterlijk nog de enderdrengen verslaan. Ik moet nog een ocean monument moeten we nog vinden. Allemaal shulkerboxes. Armor moeten nog gemaakt worden. Wat redstone dingetjes. Muziekdiscs. Hoofden. Dit gaat echt nog wat worden. Dit wordt echt nog een klus. Maar voor nu jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n enorm leuke video? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin waren Justin en Rick de Bel. Justin heeft me aan het einde vermoord. Echt heel vervelend. Echt een pestkop is het. En nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.